Deze is het eerste level dat de game had. Dus zeker 2 maanden heb ik enkel deze level kunnen spelen. Maar nog steeds, het spel was geweldig. Difficulty gedaan. En het is echt de moeilijkste.
Dat kan beter. Winnen. Thank you.
ga ik die missie nog één keer doen en zien of ik hem stealth kan. Ik heb echt reet lang rookie difficulty missies gedaan, waardoor ik keiveel geld heb en de uitgaves kan veroorloven. Daarom dat ik nu vorige week pas ben begonnen met difficulty omhoog te gaan. De stok wel, maar met denk ik niet meer. Vreemd en als gerend. Account manager. Boven. Perfect. Alhoewel, nee, ik moet nog steeds iedereen neerhalen. Want anders ben ik
geknipt wordt. Oh, die shit, die zijn kwijt op de ding. En de manager voor. Waar het gij nu staan. Vlak voor mij. Waarom heb ik vergeten mijn microfoon voor mijn mond te zetten? Wat voor een idioot ben ik. Bewaker komt omhoog, toch niet. Ik kan niks doen, zolang niks gezegd. Ik ga wachten totdat de bewaker beweegt. Als hij omhoog komt, zou die aan de reling moeten staan. Kijk, hij komt niet omhoog. Maar hij gaat weg. Is nog een medewerker, bewaker en de manager. En dan spelen we het wachtspel. Oh, bewaker komt. Staat aan de regeling, kan ik niks doen. Manager komt niet omhoog. Medewerker wel. Die staat vlak in het zicht. Jij moet nu weg. En hij is weg. Klop u neer. Bak u heel snel op. Drop u er bij de rest. En dan nu nog bewaker en manager. De manager ga ik niet neerkloppen. Toch nog niet. Nee, gewoon niet neerkloppen. Moest het allemaal fout gaan, dan kan ik nog tijd winnen. Manager komt omhoog.
hoop dat die daar staat. Moest ik wakker komen dat die daar staat. Wakker bewoog nog maar net, dus. Oké. Heel snel. Kan. Waker zou nu wel mogen komen. En alsjeblieft in een goede plek staan. Dat al terug openen. Het wachtspel. Dit spel is echt wel een wachtspel. Je moet juist de timingen. Want zo niet, is het riskant of game over? Gaat je nog omhoog komen? Hij de enige bewaker. Want dan... De kluis kan ik al openen, dat is geen probleem. Maar ingaan is wel een probleem. Eerst kijken of hij de enige bewaker is, want zowel komt er normaal gezien een bewaker naar beneden. Dan moet je snel zijn en hem aanschakelen. Als die nu naar boven gaat. Hij is volgens mij de enige bewaker. Oké. Hij staat nog steeds daar. En hij komt omhoog. Ga ik hem uitschakelen, dan heb ik al minder problemen. Waar staat hij? Perfect. Absoluut perfect. Pak ik deze kaart op. Laat geen bewijzen achter.
DPS gaat eigenlijk vrij goed. Dat gaat eigenlijk vrij snel. Ik kijk gewoon om zeker te zijn dat er niemand omhoog komt. Als er iemand omhoog komt, zijn wij de klote. Tenzij ik snel kan reageren. Als er iemand hierheen komt, we zijn dood. Alle bewakers zijn neer, dus we zouden ons nergens druk over moeten maken. Ziet er niet uit dat iemand komt. Door deze twee. Plaats. Laat die deuren open, want wij hebben geen tijd te verliezen. Pak dat. Pak dit heel snel. Ik wil extra winst. Oké. Ik ga niet riskeren van langs achter te gaan. Beter wel. Veel mensen. Er is niemand aan de computers, dus het zou geen probleem mogen. Als het alarm afgaat. Dan heb ik op zijn minst geld. Extra. Of ik kan iedereen uitschakelen, maar dan zit ik weer met de civilians. Oeh, idee. Kan ik zo bij deze raam? Nee. Geen probleem. Dit zit in de chakos. Yes.
Yes! Yes! 4970 XP. Pro bonus 2%. Applaus. Lobby. Eens zien hoeveel levels we mogen zijn. Twee levels. Nog twee en ik heb deze. En dan nog twee en ik heb deze. En dan nog drie en ik heb dat. Dat. Dat is heel handig. Dan kan ik mijn shotgun met de standaard stok. Die is extreem handig. Want als je te laat iemand neerslaat van de bewaking, dan gaat die zijn maten bellen. En eens dat dat gebeurt, moet je heel snel antwoorden en je kunt er maar één. Oeh, we gaan wel die video bekijken. Zij is badass. Ik kan echt niet wachten totdat de game klaar is. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Abonneer, like, laat iets in de reacties achter. En ik zie jullie allemaal in de volgende video. Peace out.